Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto is het goed te zien. We hebben te maken met veel bewolking. De meeste bewolking ligt op dit moment boven het midden en zuiden van het land en daar valt ook regen of motregen. In het noorden is het inmiddels al overwegend droog aan het worden en breekt vrij geregeld de zon door. In de loop van de dag gaat de neerslag en bewolking langzaam zuidoostwaarts wegtrekken, maar in Limburg kan dat nog zeker tot de avond duren voordat het ook daar gaat opklaren. Het wordt 16 tot 18 graden bij niet al te veel wind. Vanavond zoals gezegd geleidelijk aan overal brede opklaringen. In Limburg duurt dat het langst. Daarbij koelt het af naar een graad of 14. Morgen dan hebben we overwegend droog weer en is er geregeld zon. De middagtemperatuur boekt een behoorlijk winst. Het wordt 20 tot 22 graden en daarmee ligt de middagtemperatuur zo rond normaal voor deze tijd van het jaar. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Donderdag, vrijdag en zaterdag hebben we weer licht wisselvallig weer. Een afwisseling van zonwolken en enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij wel zo tussen de 20 en 22 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.